Ik ga je in deze korte video graag wat zaken uitleggen over het gebruik van Teams om afstandsonderwijs te kunnen faciliteren. Hiervoor neem ik je uiteraard mee naar de omgeving van Microsoft Teams zoals deze geboden wordt voor onderwijsorganisaties. Zoals je wellicht ziet ben ik hier ingelogd in Microsoft Teams. Ik heb hiervoor twee Teams aangemaakt waar ik lid van ben. Dat kan in de rol van leerkracht of in de rol van leerling. In mijn geval is dat uiteraard als leerkracht. Het zou overigens kunnen dat je niet zelf in staat bent om een team aan te maken. Dat komt vanwege een beperking op de rechten op leden binnen jouw organisatie. Vraag in dat geval je directeur of ICT-coördinator wie wel teams aan kan maken en laat een team aanmaken voor jouw groep. Ik ga nu naar het team Bovenbouw de Klimop. In het team Bovenbouw de Klimop kan ik meteen zien wie er lid zijn en kan ik ook eventueel andere leden toevoegen. Je leerlingen zul je als lid moeten toevoegen aan het team. Dat doe ik door achter de naam van het team te klikken op de drie puntjes en te kiezen voor lid toevoegen. Ik ga zoeken naar leerlingen en wanneer ik de voornaam van de leerling intyp, kan ik deze direct toevoegen. Op dezelfde wijze kan ik ook docenten toevoegen. En wanneer ik een docent heb toegevoegd, moet ik uiteraard wel nog even klikken op het knopje toevoegen. Vergeet dat niet. Want wanneer je de knop sluiten aanklikt, wordt die alsnog niet toegevoegd. Vervolgens kan ik binnen het team kanalen aanmaken. Een kanaal kun je eigenlijk zien als een subvak. Denk aan rekenen, taal, aardrijkskunde en noem maar op. Ik ga je laten zien hoe je een kanaal aanmaakt. Ik klik op kanaal toevoegen op dezelfde puntjes als bij het leden toevoegen en kies voor een vakgebied, in dit geval rekenen. Daarna kan ik direct het kanaal zien wanneer het is toegevoegd aan mijn organisatie. Het voordeel van het toevoegen van kanalen is dat ik per vakgebied bestanden kan plaatsen. Zou ik dus opdrachten willen plaatsen van een bepaald vakgebied, dan kan ik dat doen onder het betreffende kanaal. Verder kan ik in het kanaal algemeen communiceren met mijn leerlingen. Dat doe je door een nieuw gesprek te starten. Je kunt leerlingen vermelden door te beginnen met het @teken en vervolgens de naam van de leerling in te typen. Zodra ik dat gedaan heb, wordt de leerling herkend en krijgt hij netjes een melding in zijn Teams-omgeving dat hij vermeld is in het gesprek. Ik kan uiteraard ook naar alle leerlingen tegelijk een melding sturen. In dat geval noem ik de naam van het team. Vervolgens kies ik mijn melding uit en verwijs ik de leerlingen naar datgene wat ik hen wil vertellen. Ten slotte kan ik in een team ook opdrachten maken. Een opdracht kan bestaan uit een verwijzing naar een opdracht in software, maar kan ook bestaan uit een opdracht die je maakt in het team zelf. Denk aan het maken van een Word-bestand voor bijvoorbeeld een werkstuk of samenvatting. Maar ook een presentatie is mogelijk of je linkt naar een andere opdracht. Dit doe je onder de knop opdrachten en die knop vind je op twee plaatsen die ik je hierbij aanwijs. Zodra ik een opdracht aanklik, krijg ik direct de mogelijkheid om deze toe te voegen. Een opdracht bestaat uit een instructie, een titel en uiteraard een aantal punten wat je kunt toekennen bij het verzorgen van de opdracht. Je kunt leerlingen dus een cijfer geven. Aan het einde van het maken van de opdracht vul je in tot wanneer de leerlingen de tijd hebben om de opdracht te voltooien. Je ziet hier dat ik een opdracht invul. Natuurlijk kun je bij het maken van een opdracht ook alle leerlingen of een aantal leerlingen aankruisen. Wanneer je leerlingen hebt toegevoegd aan het team, zie je hier de leerlingen en kun je ervoor kiezen om alle leerlingen of een aantal leerlingen aan te vinken om hen de opdracht toe te wijzen. Heb je de opdracht gemaakt en de einddatum bepaald, dan klik je uiteraard nog op toewijzen. Ik hoop je met deze korte video een indruk te hebben gegeven van de mogelijkheden voor Microsoft Teams in het basisonderwijs. Zeker nu afstandsonderwijs gevraagd wordt. Mijn collega Stefan ter Horst heeft een uitgebreide uitlegkaart gemaakt waarbij je nog meer mogelijkheden met Teams gedetailleerd worden uitgelegd. Ik kan je deze uitlegkaart dan ook van harte aanbevelen wanneer je van plan bent om met Microsoft Teams aan de slag te gaan in deze situatie. Je vindt deze uitlegkaart elders op deze pagina www.derolfgroep.nl/corona.
Wil je meer weten over het gebruik van Microsoft Teams of heb je een persoonlijke vraag voor jouw aanpak op maat? Neem dan contact op met een van onze onderwijsadviseurs die hier graag voor je klaarstaan. Zij zijn bereikbaar via ons telefoonnummer en via de klantenservice van de Rolf Groep. Ik wens je heel veel succes in deze tijd waarin creativiteit van de leerkracht de boventoon gaat voeren en waarin jij met je collega's gaat bewijzen dat het onderwijs altijd door kan gaan. We hopen je daarbij natuurlijk van dienst te zijn geweest. Veel succes!